Nou, is gestart. Zeg maar. Nou ja, allereerst gefeliciteerd Danny met de winst op Ryan Searle. Laten we even snel terugkijken op die wedstrijd. De eerste set, ja, die ging niet naar jou toe. Wat missen op de dubbeltjes. 3 keer in de openingsdubbel werd gemist in die laatste leg. En 36 werd gemist ook in je eigen leg. Ja, wat vond jij van die eerste set? Nou, de eerste set had ik denk ik één leg, heb ik denk ik kans gehad. Want hij was gewoon, ja, hij had gewoon een superstart. En de tweede set kwam ik net zo hard weer terug. Weet je wel, dus het was een beetje, zeg maar, 50-50. En ja, die laatste set was gewoon... Ja, billen knijpen en gewoon gooien. Ja, je hebt inderdaad die 2 sets daarna heb jij gewoon beter gegooid dan Searle, die ook minder zelf ging gooien. Met name ook het begin van die tweede set met 280'ers er meteen in. Had je meteen Ja. het gevoel van, oh ja, nu heb ik het gevoel weer terug, zeg maar. Ja, tuurlijk. Dan krijg je natuurlijk het gevoel van... vechten en daarom gooi ik dat ook. Omdat ik dan gewoon niet wil verliezen. Snap je? Dus nee, maar ik ben gewoon een hele blije man die hier nu zit. En de eerste is binnen en ik kijk echt uit naar de volgende partij. Ja, om over die volgende partij te hebben. Rob Cross of Gary Anderson. Heb je nog een favoriet? Nou, weet je, wij als darters zitten zo dicht bij elkaar. We kunnen allemaal van elkaar winnen. En, dus ja, nee, maakt mij eigenlijk niet uit. We zullen het zien. Het zal een mooie wedstrijd worden sowieso. Laten we hopen dat je daar ook wat mooie 100-plus finishes kan laten zien. En nou ja, Ja, zeker. Daar gaan we voor. wij wensen je alle succes, Danny. Dankjewel, jongen. Come on.